Goedendag, ja, ik krijg de meest uiteenlopende foto's toegestuurd. Ja, vandaag ook eentje van de heer Zegelink uit Rotterdam. Hij stuurt vaak mooie foto's in, maar ik vond het zo'n grijze, deprimerende foto. Ik zal hem u besparen, want ik ga u. Tijdens dit weer praat je natuurlijk niet verder de put in praten, want het is natuurlijk walgelijk weer gewoon. Vandaag was het hartstikke koud voor de tijd van het jaar. Nou, vandaar deze kleurrijke foto van Corrie Holler uit Abbenbroek. Het is de gouden regen. Prachtig plaatje, hè? En ik vertelde gisteren ook al, ja alles groeit en bloeit natuurlijk. Het is heel groeizaam weer door alle neerslag die de afgelopen tijd gevallen is. Nou, regen valt er ook vanavond en vannacht. Periode met regen of buien. Temperaturen een graad of acht. En dat bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Zaterdagochtend trekt de regen snel weg naar het noorden. Dan blijft het enige tijd nog wel bewolkt. Maar in de loop van de middag kan de zon af en toe tevoorschijn komen. Jawel, het moet niet gekker worden. Het blijft dan ook droog. En ik denk eind van de middag, begin van de avond, dat het best wel lekker weer zal zijn. Bij temperaturen van 15. Of 16 graden in uw achtertuintje. Wel aan zee lagere temperaturen en een matige zuidwestenwind. Op eerste pinkse dag ziet het er nog steeds aardig uit. We liggen wel dicht in de buurt van een storing boven België. Daar valt regen of een aantal buien. Het komt langzaam dichterbij, maar lange tijd droog zondag. Met af en toe een zonnetje. In de zon is het gewoon ja, best warm te noemen. Temperaturen 19, lokaal 20 graden. Matige Wind uit het Noordoosten. Misschien dat de dag wordt afgesloten door een bui. Maandag meer buien, 16 graden. Dinsdag bewolkt, periode met regen of buien, 15 graden. Woensdag dan droog, een wisselende bewolking. Mooie Hollandse luchten, zon en stapelwolken. 15 graden. En ja, die lage temperatuur hebben we natuurlijk te danken aan de Noordwestenwind, die strijkt over die koude visbak. He, uh, het zeewater is nog hartstikke koud. Dus vanuit die hoek kunnen we geen hoge temperaturen verwachten. Nou, Ten slotte nog een passende weerfoto van een Pinksterbloem, ingestuurd door Janni en Leo Vaze uit Alblasserdam. Prachtig exemplaar. Maakt u ook mooie foto's? Het komend Pinksterweekend stuur ze in naar weerfoto@rijmond.nl, weerfotoapenstaartrijmond.nl. Nou, maak er een mooi Pinksterweekend van. Geniet van de aardige momenten die zeker voor gaan komen. En ik zie u graag dinsdag weer terug. Tot dan.